Dan naar deze ploeg in het oranje, Ruiver. Daar begint het goed te draaien de laatste weken. In april werden maar liefst 3 wedstrijden op rij gewonnen, als ze afgelopen zondag op bezoek gaan bij SVC 2000 in Neel. En in de eerste helft komt Ruiver dan ook op voorsprong. Zij het met een gelukje, want deze speler Joran Huis kreeg het doelpunt eigenlijk cadeau van de verdediging van SVC 2000. Hij strafte een enorme fout in de defensie, vakkundig af, zoals een echte spits dat betaamt. En dan moet SVC in de tweede helft dus op zoek naar een gelijkmaker. Overtreding gemaakt op Björn van de Ven en dus de vrije trap voor de toesploeg. Hij wordt dan snel genomen. Iedereen en alles met druk bij de Ruiver en dan is het heel moeilijk zoeken naar een geitje, maar dat geitje wordt toch gevonden. Nout Voestermans heeft de bal in de lange hoek geschoten. Tussen allemaal die verdedigers en de keeper van Ruiver door. Weet hij de enigste plek te vinden waar ze de bal enigszins raak in zitten. Let maar eens op wie voor man dat er achter de bal stond. En Voestermans weet de bal toch in de hoogte zitten waar op dat moment nemen ze tijd. Knappe gelijkmaker dus van SVC. En dan is de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Maar krijgt deze wedstrijd ook nog een winnaar? SVC vindt hij het er recht op. Hij dan geeft maar weer eens in de aanval. Mooie actie dit, Björn van de Venne. Druk liggen. En uiteindelijk is de keeper van Ruiver de man die er met de bal vandoor gaat. Dan weer Ruiver met een lange bal. Want de verdediging natuurlijk in actie komen van SVC. Bal wegwerken, maar ze komen niet wiet. En weer de overname van Ruiver en dan is dit een overtreding. Vrije trap voor de gasten. Alle hands aan dek nu weer bij SVC 2000. Bal hoog ingebracht en de kopbal is van Joran Huis. En de keeper kreeg er het lichaam nog achter. En zo heeft Ruiver ook de moot nog niet opgegeven. SVC in de aanval. Duel, felde strijd om de bal. Maar allemaal wel eerlijk. Toch een overtreding gezien door de scheidsrechter. De overtreding was van Younes Sarriou, de aanvoerder van Ruiver. En dus is het weer opletten. Want net ging het dus met door de spelsituatie. En hier komt er. De bal gaat er niet in. En de kluts voor de goal. En dan even. Onvoorstelbaar wie de bal er niet in gaat. En dan moest ze ook natuurlijk een klein beetje geluk hebben. Kijk maar eens in de herhaling van achter de goal. Hoe druk het er is. Eerste vrije redding. En dan in tweede instantie via de kluts. Wel neder voor de lijn. 1-1 op het scorebord. Als Ruiver het maar weer eens probeert. Met een vrije voorzet. En dan bal losgeloten. En het shot dat mis alle richting. Joran Huis was daar net weer Dunby in de treffer. Lange bal dan. Dat is Yaziki, die kreeg de bal dan met. Kreeg hem ook nog voor. En dan via de verdediger van SVC dreigt de bal bij de tweede pol naar binnen te vallen. Was het Bino een eigen doelpunt. Maar het loopt goed door voor SVC. Wel nog de corner natuurlijk. Indraaiende bal, gevaarlijk. En dan binnen! En dan in tweede instantie is het wel een eigen doelpunt. Bijzonder ongelukkig moment voor verdediger Quinn de Jong. De indraaiende bal verkeerd inschat. En dan zelf wie de eerste paal binnenkup. En zo ongewild de winnende treffer zou scoren voor de tegenstander. Ruiver wint met 1 tegen 2. En dat is toch wel een cadeautje voor de gasten. Die al voor de vierde keer in april een wedstrijd weten te winnen. Van de samenvatting zien van de tweede helft. Ja. Eerste helft scoort stichtbaar. Ja, dat wel, maar ja, de goal was puur geluk eigenlijk. Daarom kreeg de bal toevallig door een fout van de linker centrale verdediger. Dat speelde mee gewoon eigenlijk in de veur en die kostte zo afschoven. Het was wel een cadeautje eigenlijk, ja. Ja. Vervolgens kreeg je in de tweede helft eigenlijk nog een cadeautje. Ja, in principe wel, maar ja. Boeien, was maakt het niet zo goed verder. Natuurlijk hebben we gewonnen, dus ja, dat is lekker goed in 3 punten. Ik dacht dat Sinterklaas was geweest, maar blijkbaar is dat ook nog hier in, vandaag geweest. Ja goed, een erg groot cadeau. Ja, goed, de tweede helft komt ze wel druk, maar voor goed, zo eigenlijk de hele wedstrijd niet goed erin. En dan kreeg die tweede goal ook nog een miscommunicatie achterin, hè, voor de goal uitveld. Maar dan nog, natuurlijk neemt ze 2 goals, misschien de communicatiefout en de fout kwalijk, maar aan de kant van we gewoon als collectief gefaald. En dat vind ik vele malen erger. Ja.
Want voetballend gezien moet je Ruiver eigenlijk aankennen. Moet je Ruiver een overwinning pakken. Eerste wedstrijd was geen probleem. Ja. Nee, goed, eerste wedstrijd was geen probleem voor ons. Maar goed, dat is groot voetballend wel. Maar goed, bij voetbal hoort nog natuurlijk ook een stukje meer dan alleen de bal van de A naar B te spelen. Ja, goed, dus het is wisselvallig op dit moment binnen ons team. Daar moeten we gewoon een keil blijven werken en toch nog naar boven blijven kijken. Alleen is erg zuur vandaag, ja. Eerste helft denk ik wel, waren we feller. Tweede helft hadden we het lastiger en toen kregen we nog rust. Ja, toen kreeg die is ook echt meer kansen eigenlijk, maar ik denk misschien wel verdiend, ja. We moesten hopen op nog steeds voor de derde plaats, gewoon voor de derde periode. Aan de andere kant, als ze dit vandaag zuus, moest ik wel vragen of ze een stapje hoger wil maken. Maar goed, dat is natuurlijk wel onze ambitie. We hebben een voetballend erg goed team. Alleen, ja, goed, als ze zuus ook op dit veld vanuit de gemeente Rumien, dat is echt een drama. Moesten ze afvragen of ze hier op kinds voetballen. Maar goed, dat moesten ze op een andere manier laten zien. Als ze niet de technisch voetbal kunnen doen, moesten ze op een andere manier het spel verleggen. En dat hebben we vandaag verzuimd. Nog drie wedstrijden minder dan de SCC en als we die alle drie zouden winnen, dan zouden we zelfs een punt beurven. En ik had misschien nog voor de vierde plaats zo gaan kijken. Ben je niet erg optimistisch, nu drie overwinningen of gaat dat lukken? Dat gaat wel lukken. Succes. Ja, dankjewel. Ik denk dat we best op het hoofdveld kunnen gaan trainen. Hè? Dus, dat gaat plat dan misschien. Dat wordt geen plat, ja, of gehollen. Een paar scheuben inderdaad die even neer, dan is vorig zondag in de veld tegen GKC beter. Mocht de gemeente zich wel gaat van aantrekken, vind je? Ja, goed, dat zie je de hele accommodaties, u zijn zeker de velden. Ja, dus echt iets als hier op maandag het graas mij zijn, moet zondag spelen. Dus ja, morgen worden we weer gemeten, dus dat is goed, ja. Vind je fijn trainen? Inderdaad. Dankjewel.